Hoi, mijn naam is Rick en welkom bij deze aflevering van Skill. En in deze aflevering gaan we het hebben over een onderwerp wat je vooral tegenkomt in partijen van kinderen en beginners. We gaan het hebben over spiegelschaken. Spiegelschaken is dat jouw tegenstander jouw zet kopieert. En daarom komt dit vooral voor bij kinderen en beginnende schaakspelers. En heel veel schaaktrainers vinden dit ook heel slecht. Ik vind het op zichzelf niet zo heel slecht. Het is namelijk een onderkenning van de speler dat iemand anders beter is en dat hij probeert te kopiëren en daardoor beter te worden en te leren van een betere schaak. Het is daarom in mijn ogen een hele logische stap in het leerproces. Maar er zitten wel ook nadelen aan. Dat je probeert te leren van een betere speler is op zich niet zo slecht. Maar er zitten gewoon gevaren aan spiegelschaken. En daarom gaan we er in deze aflevering het er even over hebben. En daarnaast is het natuurlijk best vervelend als jij tegen een veel mindere speler speelt en die gaat jou kopiëren. Dus ook voor dat geval kan je uit deze video tips halen om te zien wat je moet doen als je tegenstander jouw zet kopieert. Ik ga een tweetal voorbeelden laten zien in deze video waarbij wit materiaal wint of dat wit mat kan zetten. We gaan gewoon een partij naspelen. Wit begint met de zet E4, zwart E5, paard F3, paard C6, loper C4, loper C5, paard C3, paard F6. En we zien hier al dat alle zetten ongeveer door zwart zijn gekopieerd die wit heeft gespeeld. Dan nog even een tijdje verder. En dit zijn ook gewoon best wel standaard zetten die heel vaak in de schaakpartij voorkomen. Maar hier zit dan al meteen de eerste truc die je als wit kan uitvoeren. Als je nu ziet dat jouw tegenstander jou blijft kopiëren, kan je hier alvast gaan proberen materiaal te winnen. In deze situatie zou je misschien niet de allerbeste set kunnen spelen, maar het valt in ieder geval wel een zwart stuk aan, zodat je er ook geen zetten mee verliest. In deze situatie zou je bijvoorbeeld paard A4 kunnen spelen. Als wit jou dan blijft kopiëren, kan je daarna de loper gewoon slaan, dat zwart dat ook doet, en dan dame E2 spelen. Als zwart jou nu blijft kopiëren, gaat zwart een stuk verliezen. Ik zal dat even laten zien. Zwart blijft hier kopiëren, waarna wit het zwarte paard eraf kan pakken. En daarmee zijn paard dekt hier op C5 en daarmee voorkomt dat zwart dat ook kan. Want als zwart dan alsnog slaat, wint wit zelfs een dame. Dus dat soort trucjes kan je heel makkelijk uitvoeren als wit als jouw tegenstander jou blijft kopiëren. En daarom moet je ook als jij zelf kopieert er heel goed over na blijven denken dat soms wit deze trucjes uit kan voeren. Wat ik zei, het is goed dat je wilt leren van een betere speler, maar er zit wel een gevaar achter. Ik zal ook nog even een voorbeeld laten zien om waar wit zelfs mat kan geven en de partij zelfs kan winnen. We gaan even terug naar de stelling waar zwart net gerokeerd. Hier kunnen we gewoon ook de volgende hele logische ontwikkelingsset spelen, D3. We zorgen nu dat onze loper op C1 eruit kan. Als zwart blijft kopiëren, kunnen we ook nu die loper gaan ontwikkelen. En allemaal nog hele logische en goede zetten. Zwart speelt. Wit speelt de dame naar voren. Zwart doet dat ook. Wit kan nu paard naar D5 spelen. En als zwart nu blijft kopiëren, gaat het helemaal fout. Als zwart nu ook het paard naar D4 speelt, dat lijkt gewoon een normale en goede kopieerzet, kan wit deze partij al gaan winnen. Wit kan namelijk het paard hier slaan op F6. Als zwart alsnog besluit te blijven kopiëren en dat ook doet, kan wit nu het paard naar E7 spelen met schaak. We vallen nu de zwarte koning aan. En we hebben het in de aflevering over schaak al gehad dat je dan wat moet doen. Dus zwart kan je nu niet blijven kopiëren. Hij moet zijn koning eerst in veiligheid brengen. En dat is ook de kracht van schaak. Daar gaan we het ook in volgende afleveringen nog heel veel over hebben. Er zijn nu slechts twee opties. Of zwart kan met de koning weglopen, of hij slaat met de dame. Slaan met de dame is hier eigenlijk de beste optie. Maar omdat veel beginnende spelers of kinderen hun dame niet willen opgeven, zullen zij waarschijnlijk hier met de koning weglopen. Nu kan je als wit zijnde heel snel mat gaan zetten. Het lijkt een beetje vreemd, maar je kan hier gewoon als eerste inslaan met de loper. Die geeft ook weer schaak, dus zwart moet zijn koning weer in veiligheid brengen. Hij kan niet terug naar het veld G8, omdat dat nog steeds aangevallen staat door het paard. Dus in deze situatie moet zwart de witte loper slaan. Nu kunnen we opnieuw schaak geven met de dame. En zie dat de dame nu ook meteen alle vluchtvelden van de koning direct afneemt, behalve het veld H8. Al die andere velden
kan de zwarte koning niet naartoe lopen. We kunnen de witte dame ook niet slaan en we kunnen er niks tussen zetten op het veld G6. Dus de zwarte koning moet weer terug naar het veld H8. Nu hebben we een mat in 1, weer door alle vluchtvelden af te nemen. Ik geef jullie hier weer even 5 seconden de tijd om te kijken of jullie dat zelf kunnen vinden. We moeten hier schaakmat geven door de dame naar F6 te bewegen. Deze valt nu de zwarte koning aan en neemt meteen het vluchtveld op G7 af, terwijl ons paard helpt door weer het vluchtveld op G8 af te pakken. Zo hebben we weer een mat gecreëerd met alle vluchtvelden af te nemen. Je ziet dus dat het best gevaarlijk kan zijn om heel lang een speler te blijven kopiëren, omdat die dan materiaal van jou kan winnen of je schaakmat kan zetten. Ondanks dat ik het een goede stap vind in je leerproces om soms te proberen te leren van sterkere spelers. Samengevat hebben we het volgende behandeld in deze aflevering. We hebben behandeld wat er goed kan zijn aan spiegelschaken, dat je probeert te leren van een sterkere speler. Maar we hebben ook behandeld wat er fout kan gaan bij spiegelschaken. Je kan materiaal verliezen of je kan zelfs schaakmat gaan. Omdat dit een video is om je te helpen in je eigen schaakpartij en dit ook verder geen onderwerp is in de stappenboekjes of op enige andere website, staan er in de beschrijving geen links of stappenboekjes pagina's waar je dit onderwerp verder kan doen. Dit is gewoon een extra video van mijzelf. Er zal dus ook geen opgave in beeld verschijnen aan het einde van deze aflevering. Aan het eind van deze aflevering wil ik nog wel een speciale shout-out geven aan Vincent van de Torenbos, die met zijn video over dit onderwerp mij geïnspireerd heeft om hier een video over te maken. De link naar zijn video zal je wel in de beschrijving vinden. En ook zal er een verwijzing naar zijn video aan het einde van deze video in beeld verschijnen.